Welkom bij een nieuwe vlog. Wat wil je maken? Eitjes. Wil je eitjes bakken? Ja, ook. Want wat gaan wij eten? Wat gaan we eten? Pizza eten. Ja, maar eitjes ook. En wat heb jij aan? Een? Eitje. Ja, een eitje en een heel mooi schort. Die hebben we laatst gekregen. Super lief. Heeft ze handgemaakt door de vriendin van Siep's broers moeder. Dus die stuurde ze op als verlaten kerstcadeautje. Want ja, we zouden natuurlijk kerst met z'n allen vieren. Dat ging niet door. Dus die kregen we vorige week. Maar echt zo schattig. Gewoon een eigen schortje met een dinosaurus. En je hebt zijn naam erop. En we hebben er ook eentje voor Moos gekregen. Kijk, en die hangt dan in zijn speelhoekje. Schattig toch? Zullen we die voor jou even goed laten zien? Oh, kijk. En Jeppe met een dino. Zie je hem? Ja, nou, je hebt echt een ei vast, maar dat is niet echt nodig, want we gaan pizza's eten. Ik kreeg een hele fijne pakket opgestuurd. Een pizza day, allemaal lekkere mozzarella en zo. Dus wij gaan lekker aan de slag, want anders eten we nooit. En het is al best wel laat, maar Moos had een beetje een bumpy ride deze avond. Die tanden, jongen. Oh, dus er zitten al die tanden in de weg en dan zie je alles dik en moeilijk zijn en dan huilt hij heel veel. Dus die ligt nu lekker te slapen. Wij gaan pizza bakken en ik ga het ei redden, want Jeppe loopt de hele tijd met een rauw ei rond. Top idee. Goed vasthouden. Wow. Deze kleine boef die wil niet slapen. Het is niet super laat hoor, maar nou ja, voor hem is het relatief laat. Normaal gezien na het eten, even nog een flesje en dan ligt hij erin, maar nu even niet. Volgens mij begint de volgende rij tanden alweer op te komen. Het is net een soort haai eigenlijk, hè? Dan komen weer de volgende tanden. Ja, gaat maar door. Maar pizza wordt hier gebakken. Ik ga even mijn bestelling doorgeven. Oh, ja. Nou, ik heb eigenlijk alleen maar mozzarella, basilicum en tomaat. Dus ik hoop dat je daar zin in had. Lekker. Of hebben we nog meer dingen in de koelkast? Ja, we hebben nog courgette, we hebben nog aubergine. Nou, aubergine is niet zo lekker. We hebben nog champignon. Kijk. Is het een rechthoek? Ja. Wat is goed van jou, Jippie? Rechthoek 10 dan. En wat wordt de pizza voor vorm? Een soort. Rond. Dat is heel leuk. Jeppe noemt een vierkant of een rechthoek en één hoek. Deze ook. Ja, gewoon één grote hoek. Ja, alle hoeken samen is gewoon één grote hoek. Ja, klopt wel. Maar dat komt goed, Sas? Lekker pizzatje? Ja, zeker. Oké, ik ben benieuwd. Ik ga deze jongen even wiegen en dan gaat hij weer lekker slapen. Deze pizza bakken. Je mag met je lepel straks rondjes maken dat de saus overal komt, oké? Oké. Kijk. Goed zo. Ik vind het. Moet je echt een koekenbakker? Je bent een echte koekenbakker. Ja, en alles leren. Mijn mens ook niet. De tafel is gedekt. En in de oven zitten al twee pizza's. Die heeft Jeppe gemaakt samen met hulp van mij. Die zien er echt super lekker uit. Hoe lang moet ze nog? 3 minuten. 3 minuten. En jij bent ondertussen bezig met een pizza waar je een... Ik ga een eitje op gooien. Een eitje op gaat gooien, ja. En één klompje deeg. Wat ziet mee bezig. Ja. Dat werkt een soort langwerperig iets. Die heeft niet helemaal lekker goed uitgevouwen. Dus op een gegeven moment had hij een lange strook. Toen zei hij, weet je, oké, dan doen we die ook wel gewoon los in de oven. Dan maken we daar gewoon een soort broodje van. Want bij de pizzeria krijgt hij vooraf altijd zo'n lekker broodje. Dus ik dacht, dat doen we dat. En dan doe je lekker met olijfolie, een beetje peper, een beetje zout. Lekker! En de tafel is al helemaal gedekt. Daarom zometeen een Italiaans muziekje aan. Hey. En dan lijkt het tot in de pizzeria zijn, toch? Ja, zeker. Jeppie die gaat op zijn viooltje spelen. Zeg het. Ping, 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 ping. Timer gaat. Timer is gedaan. Oeh, la la. Kijk nou. Kijk eens. De echte eigen pizzeria. Oh, lekker. Oké, heel spannend was het verder niet. Maar het is altijd leuk om je eigen pizza's te bouwen. En dit is dus het resultaat. Una pizza? Ja. Is het nog een beetje warm? Kleine bambino. Eet smakelijk, Jippie. Smakelijk. Ziet er goed uit. Ziet, nou zijn wij die evil parents. Ja, Jeppie slaapt. En wij pikken stiekem al nog speelgoed om naar de kringloop te brengen. Er lag hier zoveel speelgoed. En we zijn een beetje doorgeslagen ook door het hele thuiszitten.
corona veel in je huis doorbrengen. Dat we elke keer dachten, ah joh, we zijn in de supermarkt. Oh, je ziet een leuk autootje. Ja joh, neem maar mee. Nou, we zijn daar iets te makkelijk in geworden. Wat resulteert in dat Jeppe nu denkt dat hij altijd alles mag hebben. Dus dat moet een beetje afleren. Maar ook dat het hele huis gewoon vol staat met speelgoed. Dus gisteravond zat ik op de bank en ik zei echt tegen Sipi, ik word zo ongelukkig van die bende hier. Het is zoveel. Gewoon knuffeltjes, boekjes, overal met een pagina uitgescheurd, auto's zonder wieltjes, van dat soort dingen. Oh ja, liggen ook overal echt ballenbakballen. Ja, die gaan, maar dat is wel leuk. Daar kunnen we echt nog wel even mee vooruit. Maar al die dingen die zeg maar gewoon niet gebruikt worden, of die gewoon een beetje kapot zijn, of waarvan we denken, ja, we kunnen er iemand anders blij mee maken, die hebben we nu verzameld. En die zitten in die doos daar. Bam! En die gaat dus lekker naar de kringloop. Maar het is wel heel zielig, want Jeppy ligt nu te slapen. En dan straks wordt hij wakker en dan denkt hij, waar is mijn autootje? Ik leid hem wel af. Ja? Ik maak een mooi spoortje met een treintje. En dan is hij gelijk bezig met iets. En dan ziet hij niet dat er heel veel dingen missen. Oké, dus hij gaat een super kick-ass spoor maken. Nee, niet dat helemaal. Maar... Nee. Kijk, er blijft echt super veel achter nog. Want we hebben nog een keuken, boekjes. Hier allemaal Duplo. En natuurlijk gewoon nog speelgoedjes voor Moos. Dus het is niet dat we het hele huis weggooien. Maar gewoon eventjes een beetje opruimen. En ik denk in deze opruimen vibe dat we eventjes door moeten gaan, Siep. Want er hangt iets wat wij zelf dus echt al lang niet meer zien. Maar waarvan ik dus op Instagram heel veel berichtjes krijg van mensen die erom moeten lachen. Die zeggen, joh, je hebt gewoon nog Merry Christmas hangen en een Sinterklaas. That's our life. Dat hangt zo, dat hangt echt al vanaf oktober denk ik. Dat ik het dus gewoon niet eens meer zie. Dus die ga ik er ook eventjes afhalen. Want ik denk dat het nu wel een keer tijd wordt dat we deze opbergen. Kijk. Oeps. Niet een heel uitgebreid spoor, maar wel ready to play. Ja hoor, alles zit erin. Wisseltje, stationnetje, geluidje. Alles. Alles. Top. Kun je die eraf halen? Merry Christmas. Jammer hoor. Zo kaal. Ja. Kerstman. Sinterklaas heet het. Sinterkerst. Tot volgend jaar. Dag. Er staat nog steeds speelspul. En toch is ze al flink opgeruimd. Nou, ik keur het goed voor nu. Het is weer zover. Ik denk dat elke man, misschien ook elke vrouw, die heeft misschien, die kent mensen die altijd wel iets kwijt zijn. Nou, ik ken er ook zo één. En dat is Saskia Weerstand. Dames en heren, we pakken nu de camera, maar we zijn al serieus denk ik een half uur op zoek naar haar portemonnee. En ik doe niet om Sas uit te lachen, want ik vind het gewoon niet leuk ook voor haar. Maar Sas is wel de portemonnee kwijt. Ik vind het ook niet leuk voor jezelf. Nou, het is jouw portemonnee. Ja, maar jij begint op dit soort momenten altijd over... Weet je, Sas, nu heb ik van die tekst. Die kun je dan aan je telefoon hangen of aan je portemonnee. Dan raak ik niet meer kwijt. Dan denk ik, maar ik ben het nu kwijt. Oh, ik ben echt zo frustrerend. Ja, hier, kijk, schatje. Geef de kinderen ook maar gewoon cornflakes om af te leiden. Je hebt verder al zoeken. Maar nee, het is wel echt een keer tijd dat ze dat soort van die tags... Die tile dingen. Oh, maar het is zeg maar, nou, iedereen die ondernemer is, die begrijpt het helemaal. Het is kwartaalaangifte tijd. En dan moet een bepaald bedrag betaald worden door de Belastingdienst. En is dat te laat? Zeg maar letterlijk, het moet gewoon voor de 31ste zijn. Is het ook maar iets te laat, dan krijg je een enorme boete. Ja. Dus ik heb stress. Ja, want ik weet echt niet waar mijn boete mee is. En ik ben echt al een half uur aan het zoeken. Maar ik... Het wordt het tijd dat ik even mee ga helpen. Zoeken, ja. En Moosje moet denk ik naar bedje. Ja, Moosje. Hallo. Ben je moe? Hallo. 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 Nee, Moosje niet huilen. Nee, we gaan gewoon lekker verder zoeken. Oh ja, en Sas, vanmiddag / vanavond / vannacht / morgenochtend middag. Ja. Ben jij weer de hort op? Yes! Ik ben deze week 3 keer om 6 uur uit bed gegaan voor Moos. Dus ik vond dat ik het al verdiend had. Oh, wauw. Nee, Rijntje, zo werkt niet. Nee, dit weekend zouden mijn zus en Matt komen met kindjes. Taart eten voor Hanna's verjaardag nog en voor Jeppe's verjaardag alvast. Maar ja, dat mag natuurlijk niet meer. Maar mijn zus was wel heel erg toe gewoon om eventjes de deur uit te gaan. Die zit natuurlijk ook gewoon thuis met 2 meiden. Met homeschooling en werken thuis. En dus die had echt zoiets van, oh nee, Sas, ons uitje gaat niet door. We zouden naar jullie toe. Dus toen zei ik, weet je, anders gaan we gewoon lekker samen afspreken. En dat mondde uit in een lekker nachtje weg. Dus ik ga vannacht gewoon weer een nachtje weg. Ja, het is en gewoon precies een week geleden dat je de laatste keer wegging. Ja, en wij zien eigenlijk maar 1 keer per week mensen. Dat is dus dan vorige week en dan vanavond weer. En ik vind het zo lief van jou dat ik gewoon weer mag.
Ja, maar ik tel het allemaal op. Ik onthoud het Nee, ik ben echt benieuwd dat hij tegenover gaat staan. Maar... Nee, niks. Nee, ja, ik ben van de zomer weg geweest. Oh ja, dan ben je op vakantie geweest. En binnenkort ga ik ook wel een keer weg. Echt? Ja, weet ik niet. Hey. Ja, weet ik niet. Weet ik niet. Weet ik veel. Dan zie je wel weer. Ja, ik ga voor de meezoeken. Ja, ik ga meehelpen, want ja, zo schiet het echt niet op. Ik ga jullie trouwens meenemen vannacht, hoe dat dan gaat. Want ja, het is af en toe kan het best heftig zijn. En dan kan je een keer zien hoe dat dus bij ons gaat. S'avonds en s'nachts als Moos weer wakker wordt. En dan snap je ook gelijk wel of ik een nachtje weg heb. Ja, precies. Dus dan weet je dat. Dus, dan gun ik het Sas ook wel. Maar ja, zoeken. Brace yourself. Boefje nummer 1 ligt op bed. Die heeft net een flesje gekregen. En we hebben nu weer voor het eerst probiotica aan hem gegeven. In de hoop dat zijn darmpjes wat sneller zich ontwikkelen. Want hij kan nog wel eens kramp krijgen en dat soort dingen. Dus het is in ieder geval weer een stapje die we proberen om hem wat rustiger te laten slapen. Ook met het eten en zo. Maar ja, dat is natuurlijk wel weer tricky. Want Sas is natuurlijk even weg met de zus een nachtje. En dan hoop ik dat Moos gewoon lekker slaapt. En heel misschien gewoon doorslaapt. Ik geloof het niet, maar ik hoop het wel. En boef nummer 2 zit nu potje training te doen voor de televisie. Dus dan ga ik snel even heen. En dan gaat hij straks ook naar bed. Dan ga even een lekker filmpje kijken. Benen gestrekt over de bank. En even helemaal niks. Op tijd naar bed. En dan hopen, fingers crossed, dat ze allebei doorslapen. En dat ze niet met z'n tweeën liggen te janken in bed. Zoals vorige keer. Maar ik hou je op de hoogte. Goedemorgen. Het is 9:15. Kwart voor 9 en ik kom net met Moos naar beneden. Dat is echt voor het eerst dat we zo laat met Moos naar beneden gaan, volgens mij. Normaal gezien is hij serieus om 6:00 wakker. En dan hou je het een half uurtje vol met een beetje hem bezighouden. Maar dan moet je echt naar beneden. Maar nu is het gewoon 9:15. En ik moet zeggen, hij is wat laat wakker geworden dus. Maar hij is ook vooral laat wakker geworden dus omdat hij... door de nacht heen gewoon echt 2 of 3 keer echt gewoon heel erg huilend wakker geworden is. En heel erg druk bezig was, aan zijn buik had of zo, ik weet het niet. Dus ik denk dat hij zelf ook gewoon helemaal moe was. En dat hij daarom zo laat echt wakker werd. Maar in ieder geval, het is niet de allerbeste start van je dag. Om zeg maar moe wakker te worden. Maar een ander ding is dat Jeppe, die ligt nu nog gewoon te slapen. Dus wij gaan lekker ontbijten. Dan halen we straks Jeppe op. Dag Moosie. Ja. Een boekje lezen. Ik heb geslapen van gisteravond 11 tot vanmorgen 9 en dat is zo lekker. Sorry Siep, Pint, jij had weer een horrornacht. Op een of andere manier, als ik wegga, is het nog erger dan normaal. Maar ja, ik vond het echt heel lekker. En het kwam een beetje kort op elkaar, want ik was vorige week ook al een nachtje weg. Maar bij mijn zus was meer toevalligheid. Ze zouden langskomen, dit weekend stond al heel lang gepland. Maar ja, nu heb je nog maar dat 1 persoon op visitebeleid, dus dat ging niet door. En ik merk dat ik die regel echt super... lastig vindt. Wij zagen al heel weinig mensen. Spraken sowieso maar 1 keer in de week af met mensen om zo te zorgen dat we echt de kringetjes heel klein hielden. En toen ineens kwam die regel dat je nog maar 1 persoon mocht zien en dan die avondklok erbij. Ja, dat maakt gewoon dat ons wereldje gewoon ontzettend klein wordt ineens. Dat je denkt, yo, oké. We zagen al niemand. En nu zien we helemaal niemand meer. En Siep moest heel de week werken, dus dan zit je de hele dag thuis met de kids. En dat is super luxe. En ik besef me echt dat ik in een hele fijne positie zit. Dat ik dan ook gewoon echt me helemaal op de kids kan richten. Maar dan nog merk je dat het gewoon af en toe ook wel even heel lekker is om daar zo eventjes uit te stappen. Gewoon eventjes tijd voor jezelf. Even niet constant mama horen of bezig zijn met boodschappen, eten, luiers, slaapjes. Maar gewoon eventjes Sas zijn en gewoon even met mijn zus bijkletsen. Ja, ik heb het af en toe gewoon echt eventjes nodig. Nou, ik merk dat het hele één mens op visite ding ook bijvoorbeeld ons heel beperkt in vragen om hulp. Normaal zouden misschien Siep's ouders even vragen van, hey, zouden jullie misschien komen willen oppassen? Nou ja, ze gaan niet in hun eentje komen, moeten van vet ver komen. Kijk, ik snap waarom de regels er zijn, maar wij deden al zo weinig dat het dan ineens heel erg lastig is dat je dan ook dat nog moet inleveren, zeg maar. Dan is een beetje je vangnet weg. Ik denk dat heel veel mensen thuis in dezelfde situatie zitten en dat iedereen eventjes tegen de muur oploopt in deze periode. En het wordt echt geroepen vanuit alle kanten van hou vol, kunnen dit en samen. Maar ja, soms voelt dat gewoon even niet zo. En dan is het heel lekker dat je deze escape gewoon kan doen. Ja, ik gun het echt iedereen. Even een nachtje bijtanken. Zoek gewoon een klein hotelletje op waar je je prettig voelt. Waar je gewoon helemaal corona-proof kan verblijven.
dan, dan is dat echt fijn. Ik vond het vet lekker dit. Dus ik ben blij dat ik het gedaan heb. En nu gewoon snel weer terug naar de kindjes. En dan kom ik er weer even tegenaan, denk ik. Sas, ik kom nu thuis. En wij gaan dus snel verstoppen. Je hebt hier goed achterin zitten. Kom ook zo bij. Snel verstoppen. Naar achter. Mosie, ook. Naar binnen. Go, go, go. Mosie, ga naar binnen. Snel. Jou heeft ze nog niet gezien. Basie! Hallo! Oh, je leeft de hele tijd mee. Nam. Mag met je weer? Hallo. Hoe was het? Lekker, ja. Vlieg voorbij met kids. Nee, maar hoe was je nacht? Volgens mij heb je elke keer een rotnacht als ik weg ben. Nou, ik vind het al snel een rotnacht omdat het nacht is. Snap je? Als er maar iets gebeurt, vind ik het al vervelend. Mm. Nee, ik moet niet aanstellen. Maar het was wel zo dat of Moos had extra last van zijn darmpjes door die probiotica. Ja. Yeah. Of er begint weer wat te groeien aan zijn, tandvlees. Is er volgens mij weer een tandje aan te komen. In ieder geval, hij was best wel onrustig. Ja. En ik denk dat hij om de 2 uur was ik wel wakker vanwege hem. Echt? Ja. Was heel gezellig hoor. Maar hij was gewoon heel veel aan het huilen. Oh. En hard ook gelijk. Weet je wel, echt pijn. Dus dat is een beetje zielig. Mm-hmm. Jeppe die gaat overal doorheen slapen, dus dat is niet zo'n probleem. Misschien moet je even het logeerbed opmaken. Omdat je dan daar af en toe zo'n nachtje kan tukken. Hikken? Mm-hmm. Oh, heerlijk. Ja, in plaats van een hotel. Ja, oh, dan maak ik er wel een hotel van. Ja. Oh ja. Mm. Oh, zullen we dat doen? Hotel de Zolder. Oh. Maar zo ligt wel vol troep nu, van de berging. Nou ja, dan zetten we daar een kleedje voor. Dat we dan om de nacht naar Hotel de Zolder mogen. Ja, dat gaan we doen. Lekker. Ja, we wilden ook een yoga-ruimte maken. Oh, prima. Heb ik bedacht. Hotel de Yoga-Zolder. Ja, nee, dat is een goed idee. Ik heb eten afgehaald, dus we hoeven helemaal lekker niks meer te doen. Alleen maar te eten. Kindjes naar bed, wie is de mol kijken en chillen. Ja, echt super lekker chillen. Lekker. Nou, ik heb echt prima naar mijn zin gehad. Heb jij naar je zin gehad? Onwijs. Ja? Heerlijk. Ja, de hele dag nog lekker in de bossen gelopen. Dus ik ben helemaal zen. Ja, hè? Ja. Oh ja, nee, ik ben wel een beetje jaloers. Ja, hè? Daar mag je naar Hotel de Zolder. Oh ja, dat gaan we doen. Jeppie, papa gaat naar Hotel de Zolder. Nee. Nou, je hoort het, je mag niet. Nee, ik mag niet. Jammer voor jou. En etenstijd. Super lekker. Vietnamees, mijn lievelings eten. Nee, dit is voor jou. Lekker feun. Saladebollen. Nee. En salade. Anders. Wil jij deze? Anders. Ja, je hebt hier ook alles proeven. Dat is al wel voordelig. Die lust in principe alles. Dan wil ik altijd alles proberen. 0% bier, mag je ja. Dat? 0% bier mag hij niet proberen. Dat is gek, denk ik. Nee. Nee, maar wij gaan even lekker eten. Dit kun je dus ook gewoon thuis maken, want ik heb best wel veel vaak al gedeeld receptje voor lekkere Vietnamese noedelsalade. Maar het is echt... Maar de Vietnamese kan altijd het best. Oh, wat zeg jij nou? Nou, dat kan toch niet anders? Die van mij is wel rijkelijker gevuld altijd. Is het lekker? Ja! Goed ja. Zo! Nou, heerlijk. Yippie! Nou, we gaan lekker eten. En dan is het nu tijd voor een Wie klein... Wie is de mol? Of een klein Q&A. Nee. Nee, wie is de mol? Een klein, ja, precies. Even een klein potje chillen. We weten nog steeds niet wie het is. Nee, toch niet? Nee, wij weten het ook niet. Nee. We dachten misschien zijn we gebeld. Nee, dat we vorige week zeiden dat we misschien een spoor hadden. Maar nee, we zijn er helemaal niet uit. Nee, echt totaal niet. Nee. Super veel zin in. Volgende week een nieuwe vlog. Ja. Ja, dat weten we wel zeker. Dat sowieso. Ja. Doei.